Ik heb hier een stukje metaal dat zichzelf kan verbuigen tot een paperclip in warm water. Hoe dat kan gebeuren en wat dat te maken heeft met je beugel, dat leg ik uit in het volgende kwartiertje. Hoe weet een beugel hoe je tanden moeten staan? Vanuit de Art Cube in Gent, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als je de titel gelezen hebt, dan denk je misschien dat dit een verhaal over of van een tandarts of een orthodontist zal zijn. Maar dit is een verhaal over een materiaal met een zeer speciale eigenschap, namelijk de eigenschap van superelasticiteit. Ik heb hier een draad die bestaat uit nikkel en titaan. Dat zijn twee redelijk courante elementen uit de chemische tabel. Maar als we die samenbrengen, dan wordt dat een metallische draad. En ik kan die draad nu zeer sterk gaan verbuigen. Ik kan daar zelfs een knoopje in leggen. Ik moet daar redelijk veel kracht voor uitoefenen. Maar als ik dat terug loslaat, dan springt die draad terug in zijn oorspronkelijke vorm. Dus ik kan die heel sterk verbuigen en die komt terug naar zijn oorspronkelijke vorm. Nu, waarom noemen we dat superelasticiteit? Wel, als ik hetzelfde zou doen met een gewone ijzerdraad, deze heeft een groene coating, we kennen dat, dat is het soort draad dat je in de tuin gebruikt om dingen aan elkaar te hangen. Dat is een ijzerdraad. Als ik die een klein beetje verbuig, dan komt die ook terug naar zijn originele toestand. Maar als ik die een beetje meer verbuig, zelfs veel minder dan die draad van daarnet, dan blijft mijn ijzerdraad gewoon staan. De eerste beweging was de gewone elastische beweging van de draad. Dit noemen we de plastische beweging, plastische vervorming, zoals plasticine die je kent van de kleuterklas. Nu, vanwaar het verschil? Hoe komt het dat verschillende materialen in verschillende omstandigheden zich zo verschillend gedragen? Wel, om dat te begrijpen, moeten we afdalen naar het niveau van het atoom en de kristalstructuur. En ik heb hier een voorbeeld van een kristalstructuur. En mensen die in België wonen, die herkennen die direct. Dit is een klein schaalmodel van het atomium in Brussel. We weten dat het atomium in Brussel een voorbeeld is van hoe ijzeratomen in een ijzerkristal gerangschikt zitten. In de praktijk is dat een mooie kubus, allemaal vierkantjes aan de zijkant, atomen op de hoekpunten en één atoom in het midden. In het atomium hebben we daartussen de buizen met de roltrappen lopen. Hier zijn dat metalen staafjes. Als we helemaal afdalen op het atomaire niveau, zijn dit gewoon de interatomaire krachten die heersen tussen de atomen. En omdat die langs alle kanten heersen, blijft dat kristal mooi op zijn plaats. Dus dit is de vorm, de perfecte vorm van een ijzerkristal. Eender waar je kijkt in een stukje ijzer, zitten de atomen op deze manier gerangschikt. Als ik hier nu een klein beetje aan wil vervormen, en ik ga dat niet te sterk doen, dan doe ik eigenlijk wat ik in dat elastische regime doe. Dan ga ik mijn kristal een klein beetje vervormen, laat ik het los, dan komt dat terug naar zijn originele kubische vorm. Geen enkel probleem. Als ik echter naar die plastische toestand ga, waar ik het materiaal in verbuig, zodat het blijft staan, ga ik een aantal van die bindingen verbreken. Als ik het materiaal terug loslaat, heeft het niet voldoende energie om zelf die bindingen te herstellen en blijven dat gebroken bindingen. Het zijn er maar een paar, anders zou ik twee stukken in mijn handen hebben natuurlijk. Maar daardoor blijft die buiging staan. Je kan die terugbuigen, dan zullen een aantal van die bindingen herstellen. Je kan het opwarmen, zoals in een smidse, en dan krijg je, dan verwarmt dat, beginnen de atomen wat meer te bewegen, gaan ze terug met elkaar een binding aan en heb je terug een redelijk perfecte structuur. Maar dus daardoor, door het feit dat die bindingen breken, zal mijn materiaal blijven staan als ik in dat regime van die plastische vervorming zit. Nu, mijn superelastisch materiaal heeft een extra mogelijkheid, heeft deze mogelijkheid. Op het moment dat die draad hier ligt, de rechte stukken, die hebben zelfs dezelfde structuur als dat ijzer. Alleen, ze bestaan uit nikkel-titaan, dus de buitenste atomen zijn nikkelatomen, het binnenste atoom is een titaanatoom. Als ik die draad nu begin te vervormen, dan ga ik geen bindingen breken, maar dan ga ik het materiaal in deze vorm terechtbrengen. Wat zien we? We zien dat we de vierkanten die we hier aan alle kanten hebben, hebben nu een rechthoekige vorm, hier ook een rechthoekige vorm, en van voor of van onder terug een vierkantje, maar een beetje kleiner dan het vierkant van de kubus. Met als gevolg dat het volume is hetzelfde gebleven,
Maar belangrijker nog, je kan dat op drie verschillende manieren doen. Ik kan die kubus op deze manier uitrekken, ik kan hem op deze manier uitrekken en ik kan hem op deze manier uitrekken. En het is exact dat wat het materiaal gebruikt om ervoor te zorgen dat op de plekken waar ik het verbuig, zal de tetragonale structuur, de rechthoekige structuur, die noemen we dan in drie dimensies tetragonaal, zoals deze kubus is, die gaat hier overal die tetragonale varianten gebruiken op een bepaalde manier. En als ik hier aan draai, in het binnenste veranderen die van varianten naar een andere constructie, zodanig dat die mooi past in mijn draad. Laat ik mijn spanning los, dan zegt hij, ja, nu heb ik geen enkele reden om mijn tetragonale structuur te hebben. Ik wil terug kubisch worden en dus word ik terug mijn originele vorm. Dat is de reden waarom dat kan. Deze omkeerbaarheid, de reversibiliteit tussen die twee structuren, is de reden op atomair niveau dat we hier van superelasticiteit kunnen spreken. Hoe passen we dat nu toe in onze tandbeugel? Wel, de tandarts of de orthodontist die zal eerst een maat nemen van de tanden zoals we willen dat ze uiteindelijk zullen staan. Dat is in een zekere boog. Die boog wordt gevormd met de draad, maar wel in de juiste vorm. Dus in de vorm van de boog heeft die nog altijd deze structuur. En dan wordt de draad door de blokjes geleid. Gaan we die lokaal heel erg moeten vervormen. Maar van het moment dat die vastzit in de blokjes en het geheel losgelaten wordt, begint die draad te trekken aan de tanden en die gaat permanent dezelfde spanning uitoefenen op de tanden. En dan duurt het een paar weken, in uitzonderlijke gevallen misschien een paar maanden, maar je moet voor de rest niets meer doen aan die beugel totdat die originele kromme vorm terug gevormd is met de tanden zoals die eigenlijk zouden moeten staan. Wil je datzelfde doen met je ijzerdraad, dat kan, dat gebeurt ook, maar dan kan je dus per keer maar heel weinig kracht geven, want als je die draad even ver gaat vervormen als die superelastische van daarjuist, ja, dan oefent die totaal geen kracht uit op de tanden, dus dat werkt niet. Dat is het superelastisch gedrag van zo'n draad, maar dat materiaal, datzelfde materiaal, heeft nog een heel andere, erg leuke eigenschap, en dat is de eigenschap van het vormgeheugen, in het Engels ook shape memory genoemd. En ik heb hier, het zijn kleine attributen, want het is redelijk duur materiaal. Ik heb hier een hele kleine paperclip. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is, maar we weten allemaal hoe een paperclip eruit ziet. Dus geloof me maar, dit is een kleine nikkel-titaan paperclip. En deze paperclip die hebben we gevormd op een hoge temperatuur, pakt 40, 50 graden Celsius. En op dat moment... En de draad, de paperclip, heeft een klein beetje een andere samenstelling dan onze draad, onze superelastische draad, maar het is nog altijd nikkel-titaan. Op die 40, 50 graden Celsius hebben we opnieuw deze kubische structuur. Overal waar ik kijk in die paperclip, op 50 graden Celsius, heb ik die kubische structuur. Die paperclip is dan afgekoeld naar kamertemperatuur. En tijdens die afkoeling heeft hij deze structuur aangenomen. De atomen zijn zich gaan zetten op deze manier. Niet allemaal met dezelfde, maar opnieuw weer allemaal met een bepaalde combinatie van varianten, zodanig dat die mooi de uitwendige vorm van de paperclip volgt, want ik heb niks extra, geen spanning aangebracht. Als ik nu mijn paperclip vervorm op kamertemperatuur, ik kan dat hier doen. Ik ga de paperclip vervormen. Het is nu al lang geen paperclip meer, of toch niet. Het ziet er niet uit als een paperclip. Dan ga ik op kamertemperatuur, zoals ik het nu doe, gewoon een paar andere varianten creëren. Dus opnieuw, ik heb nog altijd deze structuur, maar ze zijn in een paar andere combinaties, zodanig dat het nu deze uitwendige vorm volgt. Als ik nu deze paperclip terug opwarm tot 50 graden Celsius of hoger, dan zullen we zien dat we opnieuw de paperclipvorm krijgen. Ik leg de paperclip hierin, ik haal hem er terug uit en ik hoop dat de meesten onder jullie of iedereen het kan zien. Het is nu opnieuw een vorm van een paperclip. Ik kan dat nog eens doen, ik kan dat zo een paar duizend keer doen. Opnieuw keert hij terug naar zijn originele paperclipvorm. Ja. Dus dit is een vormgeheugen-eigenschap. En dit is wat we noemen een eenwegs vormgeheugen. Waarom eenwegs? Omdat ik halverwege nog ben moeten gaan vervormen.
Dat wordt toegepast. Daar zijn toepassingen van, bijvoorbeeld de sprinklers. Sommige sprinklers worden op die manier gemaakt. Sprinklers die water moeten lossen als het te warm wordt, als er brand is. Ja, je wil dat niet met een elektrische bedrading doen, want die kan al opgebrand zijn. Je wil dat niet met een motortje of met een batterij doen, om dezelfde reden. Nee, dit materiaal heeft dat allemaal in zich. Dat heeft de sensor voor de warmte, dat heeft de energie om van de ene structuur in de andere te veranderen en dat heeft de uitwendige vorm die verandert van gesloten klep naar open klep. En je moet dat maar één keer gebruiken, want als die klep zijn job heeft gedaan, okay, dan maak je een nieuwe om een nieuwe sprinkler te maken. Maar soms is het nuttig om wat we noemen tweewegsvormgeheugenmateriaal te hebben. Materiaal dat hoge temperatuur deze vorm, lage temperatuur een andere vorm. Hoge temperatuur deze vorm, lage temperatuur een andere vorm. En dat kunnen we met hetzelfde materiaal doen, alleen moeten we dat een beetje trainen. Dat wil zeggen, als ik dan diezelfde paperclip zou gebruiken en ik ga die vervormen op kamertemperatuur, dan moet ik die altijd, moet het beentje vinden, dan moet ik die altijd dezelfde vervorming geven. Ik ga die terug opwarmen, terug een paperclip, ik koel die terug af, terug dezelfde vervorming. Opwarmen, afkoelen, terug dezelfde vervorming. Ik moet dat een paar honderd keer doen en dan heb je in het materiaal toch een aantal defecten die gecreëerd worden. En door die defecten zal het materiaal daarna weten waar het welke variant moet gebruiken en dus hoe zijn uitwendige vorm er zal moeten uitzien. Ik heb ook daar hier een demootje van bij. Dit is nu een ander materiaal. Dit is een veer uit een soort koperlegering, maar dus ook een vormgeheugenlegering. En die is hier nu op kamertemperatuur, lage temperatuur. De vervorming die we nu zullen zien, ga ik dus een paar keer over en weer kunnen doen, om op die manier het tweewegs vormgeheugen te kunnen tonen. Belangrijk om op te merken hier ook, is dat heeft een ontzettende kracht. Met ongeveer een paar millimeter materiaal kan je 1 ton opheffen. We weten, elk materiaal zet uit en krimpt in als je wat met de temperatuur speelt, maar nooit de grote veranderingen die we hier zullen opmerken. Dus je ziet, de veer is samengedrukt. Als ik die, sommige mensen dichtbij zullen het al gezien hebben, maar je ziet direct een veel grotere veer. Ik leg die terug in het koude water, dat wordt terug een kleine veer. Warme water, terug een grote veer. Ja? En dat kan ik duizenden, miljoenen keren herhalen. Toepassingen te over. Heel eenvoudig voorbeeldje. Gebruik zo'n veer in een serre om een paneel open en toe te laten gaan. Als de zon erop schijnt, het wordt te warm. De veer zet uit, het paneel gaat open. Geen motor nodig, geen sensor nodig, geen high-tech nodig. Dat ding doet gewoon wat het moet doen. De zon gaat onder, het wordt frisser, krimpt in. Glazen plaat gaat terug dicht. Maar er zijn ook wel high-tech toepassingen. Men gebruikt dat in de aeronautica. Men gebruikt dat voor satellieten in de transportwereld, bij de architectuur. Ik ga nog één voorbeeldje vermelden. Dat zijn robotspieren. Dat is een beetje een modernere toepassing waar nog heel veel onderzoek naar gebeurt. Als men een heel klein stukje draad, dus ik ga proberen, dus denk aan een menselijke robot met een menselijke hand. Je wil dat die iets kan vastnemen, dat die iets kan grijpen. Dus die vingers moeten kunnen bewegen. Wel, men gaat in die vingers kleine stukjes nikkel-titaan vormgeheugenmateriaal aanbrengen, kleine draadjes aanbrengen, maar die moeten dan wel gestuurd worden door een elektrische stroom. Waarom? Weten het misschien, als je door een metaal een elektrische stroom stuurt, dan warmt dat metaal op. En als je dus mooi tuned tussen de opwarming door de elektrische stroom en de temperatuurstijging die het materiaal nodig heeft om van de ene kristalstructuur naar de andere kristalstructuur te gaan, met andere woorden, van de ene vorm naar de andere vorm, dan kan je dus op die manier je vingers laten bewegen. Een andere toepassing, meer in het artistieke milieu, zijn armbanden die je aan en uit moet doen door onder de kraan te houden. Dus die sluiten zich mooi rond je arm, die kunnen daar nooit af, behalve als je arm onder de kraan houdt, dan gaan die open, kan je ze eraf doen, er terug aanbrengen en op deze manier terug bevestigen. Dus samenvattend, alles wat we gebruiken, of dat het nu onze gsm is of de stenen hier in de zaal, alle eigenschappen van materialen zijn te wijten aan het gedrag en de eigenschappen op atomaire schaal.